In dit filmpje tekenen we een cilinder en daarvan afgeleid een kegel. Grondvlak van een cilinder is een cirkel. We gaan dus daarmee beginnen. Knop 4, cirkel. We brengen de muisaanwijzer nabij de oorsprong van het assenstelsel. We klikken één keer voor het vastzetten van het beginpunt. En als we dan met de muis bewegen, dan kunnen we de straal van de cirkel aanpassen. We klikken bij voorkeur vast op de rode as. Nu is het grondvlak getekend. Nu kunnen we via het knopje duwen trekken de cilinder gaan afwerken. Voor het kopiëren naar het Word-document rekenen we erop dat u dat nu zelf gaat doen. We gaan het niet meer demonstreren. We gaan de ruimtefiguur wentelen en nu zullen we proberen via het knopje verplaatsen om daarvan een kegel te maken. We moeten een van die eindpunten slepen. Nee, het is niet dat eindpunt, dus even zoeken. Voilà, en dan hebben we een kegel. We kunnen nog even wentelen om het ruimtelijk effect van naderbij te bekijken. Zo, dat was het voor cilinderkegel.